Ik weet toch dat heel veel triatleten niet zo'n goede fietsers zijn. Oh. En dat je daar nog echt wel heel veel winst kan halen. Ja, maar ik kan wel fietsen hoor. Dat is, Iedere Nederlander kan fietsen. Maar je moet hard fietsen. <laughs> maar en waar... hard fietsen <laughs> is toch wat anders. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heiko, Over sport, onderzoek. En innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over trainen voor een triatlon. Hoe combineer je meerdere sporten? Zwemmen, fietsen en hardlopen. De afwisseling in onderdelen maakt een triatlon leuk, maar ook lastig. Want hoe kun je de verschillende sporten nu het beste trainen? En als je niet zoveel tijd hebt, op welke sport leg je dan de focus? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2 weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen: hey, Goedemorgen. Gerst. Goedemorgen. En Guido, goedemorgen. Hey, Guido. Ja. Goedemorgen. Wat fijn om jou al vanaf het begin in deze aflevering erbij te hebben. Op de vrijdag voor de Uilentorenloop. Kortom, morgen zien alle mensen jou misschien in levende lijven die naar Leersum komen. Uh, ja. Als je denkt, ik wil nu nog een kaartje kopen. Volgens mij zijn we stijf uitverkocht, maar je kan het <laughs> altijd even proberen via uilentorenloop.nl. Ja, de Zwarte Markt. Ja, precies. precies. Of je klimt over het hek en uh, gewoon oh, ja, doen. Dat ook of je ja. komt gewoon lekker uh, kijken en aanmoedigen. Maar belangrijker is, uh, laten we dat uh, lopen te lopen uit dat hele voorjaar maar eens ons, uh, achter ons gaan laten. We gaan triathlonnen. Allereerst over twee weken bij de Flits Triathlon in Nijkerk. Over drie weken bij de Ironman West Friesland in Horen. We gaan naar Holten, we gaan naar Renkum, we gaan naar Zutphen, we gaan naar Tiel. Kortom, we oh. hebben heel veel leuke triathlonwedstrijdjes op de rit staan. We zijn niet de enige onder onze luisteraars die dat gaan doen. En er zijn flink wat vragen binnengekomen, ja. Jurgen. Mm -hmm. Ja, en de, de, de vraag is gewoon... Ja, leuk, drie sporten. Maar we, moet ik meteen drie keer zoveel gaan doen? Ik, ik kijk op internet en zie je mooie schema's voor een marathon... Maar ik kom nooit eens een uh, leuk schema tegen voor een triathlon. Hoe, hoe doe ik dat? En die sporten die zitten elkaar in de weg of versterken ze elkaar. En dan kun je makkelijk een zwemtraining weer inruilen voor een fietstraining. Moet je juist oefenen op je zwakste onderdeel? Of zeg je nou, laat dat maar lekker zwak zijn. En ik ga juist oefenen en uh, trainen op mijn. Uh, sterkste onderdeel en moet dat dan het fietsen zijn vaak omdat dat toch het langste onderdeel is? Nou, kortom allemaal vragen waar ik zelf ook wel een beetje tegenaan loop ja, en, en ook geen antwoord hij, op heb. Ik kan ik wel denk... in de wetenschap duiken. Ja. Je hebt ook in onze show notes weer een paar papers gevonden, maar eigenlijk riep jij meteen, nou laten we hier ja. uh, Guido maar meteen bij aan tafel zetten. Want uh, Guido, heb jij wel eens vaker triathlon schema's gemaakt? Ja, ja, heb ik wel eens vaker gedaan, klopt. Ik denk, Als je zou moeten ik... gokken, <laughs> hoeveel ja? mensen heb jij al uh, naar een triathlonrace begeleid? Nou, zo, dat is een... Uh, dat zijn, zijn het, het, uh, het meer is... of minder dan 10.000 triathlonwedstrijden? Of wedstrijden ook nog. Ja, toch? Ik denk, dan gaan we naar de grote getallen. Jezus. Ik doe er zelf ja, maar... al een stuk of zes per jaar. Nou, mij heb je al drie jaar te pakken. Nou, nee, maar 10.000 is wel heel veel. Oh, Weet ja. je dat ook? Nou... Okay. Nee. Maar dat duizenden we wel. Maar. Duizenden. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Duizenden. Dan kom je dan al wel snel aan als je al zeg maar 10, 15 jaar mensen daarbij helpt. Ja. Even een shout-out naar de twee luisteraars die dit in ieder geval mailden via post slimmerpodcast.nl. De eerste is Liesbeth Meerwald-Scheurs uit Enschede. Oftewel, wie goed oplet, dat is SPP Lisbeth, waar ik de NSGD-marathon mee liep. Die ook morgen aan de start staat bij de uithorenloop. Hartstikke leuk. En die schrijft inderdaad dat. Uh, ik doe mee aan een uh, Ironman op Mallorca. En ik vind het lastig naast mijn drukke baan alle structurele onderdelen te trainen. Voor een marathon duidelijke je zei het eigenlijk al, Jurgen. Maar voor de triathlon doe ik maar wat, zo te zeggen. Ik heb gemerkt dat ik hem daarmee wel prima kan finishen. Mm -hmm. Maar hoe hoort het eigenlijk? Moet ik bij mijn zwartste, zwakste punt beginnen? In mijn geval zwemmen. En daar vol ja. de focus op gooien. Of kan ik beter gaan fietsen en hardlopen... omdat ik daar meer tijdswinst kan halen? Of um, ja, moet ik eerst maar zien te finishen? Of moet ik misschien, net zoals Gerrit... ook aan de personal ja. trainer? Of kan ik dit eigenlijk ja. zelf? Ja, nou, ja. Kom maar op. Ja. ja, precies. Vragen, vragen, vragen. En ook... Petra Huckelhoven schreef ons, leuk berichtje, eerder in, het, in de winter nog van 2024. Ik ben een vrouw van 57 jaar. en ik ging maart samen met mijn zoon en dochter een duathlon doen op Ameland. Gewoon voor de leuk, maar ik ben er toch wel echt voor aan het trainen. Fietsen doe ik al best veel en lang. In de zomer veel op de racefiets, in de winter op het NTB. Rennen deed ik helemaal niet, wel veel wandelen. Als ik lees en luister, zie ik dat laag intensieve trainingen erg belangrijk zijn, maar. Hoe doe je dat dan als je in mijn geval twee sporten beoefent? Moet ik dan in beide sporten laagintensieve training doen? Of telt één laag intensieve voor allebei de sporten? Ik train op dit moment vier keer in de week en ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet verdelen. Of, zegt ze als laatst, mag die intensieve ook een hele andere sport zijn, bijvoorbeeld zwemmen? En dan zijn we weer uit bij ja. triathlon. Kortom, hoe heurt het, Guido? Laten we bij het begin beginnen. Ja. Wat is eigenlijk. De eerste stuk van de puzzel of de grootste uitdaging die je op te lossen hebt als je voor jezelf of als jij voor een atleet een schema voor een triathlon moet maken? Dat, ja, dat begint altijd bij reële doelen stellen. <laughs> ja. Wat ga je doen? Hè? Maar, en ik denk dat, jullie, dat is wat jullie ook wel al riepen, hoeveel tijd kan ik erin stoppen om te trainen? Ja, mm -hmm. toch? En weet je, je kunt wel zeggen, ja, maar wat moet ik nou gaan doen? En dan zeg ik, ja, als je een halve Ironman wil gaan, goed wil trainen en je wil daar echt supergoed voor voorbereiden, dan moet je 20 uur per week gaan trainen. Ja, en toch even opletten. Uh, wordt natuurlijk nee. triathlon onder je dit. Maar we hebben veel wielrenners en hardloopluisteraars ook. Een halve Ironman is hetzelfde als ah, ja. een halve triathlon. Dat houdt dus in, uh, moet ik goed zeggen, een kilometer 1, of 9. twee. Ja, 1,9 kilometer zwemmen. 80 of 90, ligt een beetje aan welk 90. vond het precies is. Fietsen en dan nog een halve marathon hardlopen. Hè? Daar hebben we het dan over. Ja, ja. Nou, precies. precies. Ja, dus, ja, ja, daar kun je heel veel tijd in stoppen en eh, daar, daar kun je ook alle trainingen in invullen wat je maar, maar wilt, maar dat hoeft, hè, als, de, als je die tijd niet hebt, of nog maar net ja, dan gaat dat niet gelang goed, want ja, dan, ben je, dan ben je zo over de kop, want 20, hoe meer uren je traint hoe meer uren je ook nodig hebt voor je herstel ja, even eerder voor. een hele simpele, eh, dus kijk eerst eens hoeveel tijd je echt werkelijk te, eh, beschikbaar hebt om te trainen ja, en? maar er zit er dan soort afkapwaarde? Die je zegt nou onder de pak een uh, tien uur. Nou, dan hoef je niet, aan, hoef je niet aan een Ironman te gaan denken. Halve hebben we het hele slechte. hebben we het dan ja, ook. Nee. Ja, en ja, ook niet aan de, de, halve, een halve. Hele triathlon is weer een ander spelletje. Waar, waar ja. zou jij de, de voor beginnen, jou begin even een even beetje de, halve, de, ja. We ja. begin even met die halve, begin even met de halve. Ja, die halve. Kijk, eigenlijk moet je op je piekweken. He, het is niet dat je elke week gewoon dezelfde uren draait. Mm -hmm. Op een gegeven moment bouw je ergens naartoe en dan heb je. Ja, dan, dan wil je toch ergens wat boven de 10, 12 uur wel eens toch uitkomen wel. op een ja. week. Ja, ja. He, en... en dat hoeft niet elke keer te zijn. Maar laten we zeggen dat je. Standaard een uur per dag. Nou, dan heb je dan een rustdag en dan misschien een andere dag, twee uur. Nou, stel dat je 7, 8 uur in de week ter beschikking hebt. En dan kan het soms wat minder zijn en de andere keer wat meer zijn. Dan kom je een heel eind. Ja, precies. Maar hier doe je al iets interessants, want dat was mijn volgende vraag. Moet je per definitie iedere dag trainen? Nee, hoorde ik ja. jou al inslikken, want daar hebben wij ook wel eens uh, contact yes. over. Ik merk dat mijn mentaal nekt als ik iedere dag mijn sportkleren aan moet. Ik moet, ik moet één dag hebben, ja, liefst bijvoorbeeld de vrijdag, hè, voordat je in het weekend weer wat langere training gaat doen, dat er even geen sport ja. op het programma staat. Ja, dat is ook, dat is ook helemaal goed. Um, en misschien wel twee. Je ja. ja. wil twee dagen gewoon rust en, en, je, niet, uh, ja. en niet trainen. En jij zegt mentaal, maar het is ook natuurlijk fysiologisch, fysiek. En het is ook fysiek, maar dat zou je natuurlijk met de intensiteit of de lengte ja, van je training kunnen spelen. kun je, kun je spelen. een hersteltraining ja. inbouwen. Ja, ja sommigen manier. worden mentaal juist onrustig als ze niks kunnen ja. doen. Ja. 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 Oké, okay. dus bepaal hoeveel momenten je hebt. Dat kan van, nou jij zegt nou, je moet toch echt wel, als je serieus een halve triathlon gaat doen, wil je richting de 10, 12 uur in je piek weken. Kunnen we nog een keer door de helft doen, want... We hebben het ook wel eens gehad over mensen hun eerste triathlon. Zeggen we ook vaak, doe nou niet meteen als eerste zo'n lange. Mm -hmm. Begin eens lekker met een kwart of een achtste triathlon. Daar kom je natuurlijk alweer in ja. een ander spel. Wat ik dan vaak tegen mensen zeg is, je moet om te beginnen minimaal elke sport één keer doen in de week, toch? He, dat, dat is een soort van het minimale, anders gebeurt er niks. En eigenlijk <laughs> gebeurt er dan nog niet zoveel met lopen en fietsen. Dus tegen ga je daar nog een keer extra bij lopen en fietsen. Dan ben je al wel ergens, of niet Guido? Ja, dan kom je al een heel eind. Maar dan heb je nog dan, dan mis je dan nog wel, zeg maar, als je je echt voorbereidt op een keer een eerste triathlon de overgangen. Zeker, dus dan, doe zeker. Je, dan train je alle onderdelen los. Ja. En dat is toch niet, zeg maar, de triathlon natuurlijk. Dus nee. daar, daar komt er nog af en toe nog wel eens een, een training bij, dat je denkt. Ja, weet je, nu ga ik twee sporten doen. Op direct dag. achter elkaar doen. Ja, ja. Ja, de zogenaamde BRIC-training. Daar ja, hebben we een mooie het, aflevering over gemaakt. Ja. ja, precies. Dus dat doe je dan hopelijk in het weekend ja. of op een avond dat je wat meer tijd hebt. Maar dat, ja. dat noem jij wel een specifieke voorbereiding. Je zegt eigenlijk in de, in de, de brede aanloop, dan hoef jij prima om de. de niet el, twee sporten op één dag in principe niet. Is dat ook omdat sporten elkaar in de weg kunnen gaan zitten? Hij zegt juist, dat moet je wel doen. Ja, nee, ja, op, als je meer richting de wedstrijd gaat, denk ik. Maar als je gewoon de, de basis wil leggen. Zie jij daar, want nou ja, dan denk ik altijd aan het idee van die concurrent training. Hè, dat dat ja. bijvoorbeeld kracht- en duurtraining kunnen elkaar in de weg zitten. Uh, dus je moet keuzes maken. Zie jij dat ja. ook een beetje voor, uh, <laughs> voor de sporten bij triathlon? Zitten fietsen nou ja. en hardlopen elkaar in de weg? Um, nee, dat hoeft zeker niet. Nee, nee, nee. Het is meer dat je, um, als je ze achter elkaar doet uh, en je hebt een hele intensieve fietstraining gedaan, of andersom een hele intensieve uh, looptraining met harde uh, intervalblokken erin, dat de training die daarna komt natuurlijk gewoon voorvermoeid is. Mm -hmm. Dan, dan, dan moet je niet denken, ja, oh, die kan ik, nou moet ik. Ik heb eigenlijk nog een interval training nodig, maar nu van een andere sport. Dus dan kan ik die erachteraan plakken. Ja, wordt dan, natuurlijk wel, dan moet je echt wel goed getraind zijn om dat aan te kunnen. Maar meestal is dat niet zo'n slim idee. Ja. En qua, ja, weet je. Dat vind ik een mooie term die ik opschrijf uit deze aflevering. Ja. ja. Nou ja dat is, <laughs> en qua keuzes maken, ja. Dan moet je sowieso geen triathlon uh, gaan doen, want die kunnen per definitie geen keuzes maken. Die doen nee. gewoon zo, hè, drie sporten. Dan denk ik, ja, maar ik wil niet alleen lopen of ik, alleen, ik wil alles. Ja. Ja. Dus dat zien we al. We moeten elke sport het liefst twee keer in de week. Dan ben je al op zes keer trainen weg. Hè. Dan zeg je, je moet zorgen, hopelijk dan waarschijnlijk in de weekenden, dat je je aanwendt om dat brick trainen te doen. Nou, alle details daarover in die, in die aflevering. Om, al, om dat lijf maar te laten wennen om te hard te lopen na het fietsen. Dat is allemaal nog een beetje originistorisch je hebt wat gezegd over volume van uren. Dan kunnen we eens inzoomen op die vraag van zowel Liesbeth als Peter. Maar Petra, heel specifiek. Hè? Als je dan conditie opbouwen, aero-vermogen bouwen. doen we met laag intensief. Maar hoe zit dat dan door die verschillende sporten heen? Telt laag intensief fietsen ja. ook als laag intensief lopen? Dan, als je het bekijkt puur op de aerobe motor. Uh, fysiologisch gezien en dan niet zozeer kijken naar het, naar het type specifieke beweging... dan geldt dat wel. Ja. Um, maar ja, als je alleen maar zou fietsen voor een marathon... dan wordt je aero-bemoter nee. best goed. Hè. Dan ja, ja. Heb je, ook een, je kunt een hele hoge zuurstofopnamevermogen hebben. Dus een goede aero-bemoter... dat wil niet zeggen dat je goed kunt hardlopen. En um, mm. al zeker niet, kun je dan misschien helemaal niet zwemmen. Maar wel een hoge zuurstofopnamevermogen. Mm. Dus je moet wel de specifieke beweging ook gewoon hebben en toepassen, maar ja, soms heb je ook gewoon um, qua blessures uh, pre preventief dat je denkt, ja, maar eigenlijk kan ik gewoon niet zoveel kilometers lopen aan, en ik heb wel wat extra training nodig. Kan ik dat dan ook op de fiets doen? Ja, ja, ja weet je, die laag intensieve uh, trainingen kun je prima op de fiets doen. En sommigen zeggen dan, ja, maar ja, als ik een half uurtje rustig ga lopen, dan moet ik vier uur voor fietsen om datzelfde een beetje te krijgen. Ik denk dat dat een beetje mee zal vallen, want ja, uh, uh, je moet wat harder trappen, inderdaad. Maar het is niet zo, zozeer dat je denkt, nou ja, um, wat ik met lopen uh, aan, aan, aan effect heb, dat, dat kan ik met, met fietsen niet voor elkaar krijgen. Ja. Nee, dat dus... heeft meer te maken met specificiteit, hoe je lichaam erop getraind is. En vaak kunnen lopers inderdaad veel makkelijker dat lopen, uh, die trainingsprikkel geven omdat ze gewoon niet gewend zijn zo hard te fietsen. Ja. Dus dit is ook een mooie tip voor mensen in voorbereiding op marathons of ultraruns of trailruns. Maar nu voor die triatleet. Als die moet uh, variëren tussen intensief, laag en hoog. Ja. Um, moet je dan in iedere sport laag intensief en hoog intensief doen? Vraagt uh, Petra. Of is dat inwisselbaar? Um, nou, dat kan. Dat is eigenlijk wel de specificiteit ook weer. En ik denk dat je dat wel... Um, als je alles he, zonder blessures zou kunnen doen... Zou ik dat zeker in elke sport doen. Omdat je als je hard fietst... Dat, dat wat ik al zei... Wil niet zeggen dat je ook hard zwemt. Diezelfde ja. intensiteit. He, dat, is, dat heeft meer te maken met de efficiëntie van de beweging. Ja, helder. Fietsen is eigenlijk het simpelste. Ja. Dat kan iedereen. Ja. En daar zit niet heel veel verschil in hoe efficiënt iemand op die fiets trapt. Ja. Lopen wordt al, een stuk heel, wordt al een stuk anders, want er zijn mensen die hebben heel veel, nou ja, die hebben heel veel, kost heel veel energie om een bepaalde snelheid te lopen, en anderen lopen diezelfde snelheid veel makkelijker. Mm -hmm. Minder zuurstof nodig daarvoor. Zwemmen helemaal. Weet je, zwemmen hebben mensen al denken, ja, maar ik kom helaas niet vooruit en ik ben helemaal kapot. Ja. En ik doe heel veel. Ja, dat klopt. Dus daar moet je echt, dat is de bewegingsefficiëntie, en, en bij zwemmen natuurlijk ook gewoon water pakken. Ja. Ja, ja, maar dat is eigenlijk dat je denkt, dat misschien, ik, ik denk dat het gepolariseerde trainen, zullen we ja. het zo maar stellen, dat dat nog. Wat dus het, betekent 80% laag intensief ja. 20% hoog intensief? Dat dat nog wel uh, het meest doable is, uh, of, 80, of misschien 90-10 voor, voor fietsen, hè? Dat, dat kan iedereen daar, uh, wel in vinden, vooral uh, ja, rustig fietsen. Dat, maar ja. dat dat bijvoorbeeld voor het... Uh, en lopen, ook nog wel, maar voor het zwemmen heel lastig al is. Ik zou bijna, ja. Als ik naar mezelf kijk. Ja. ja de, de, nou ja, de praktijk is. Dus maar welk hoe, stukje vind je dan lastig? Dat 10, 20% intensief of dat laag intensief? Dat laag intensief eigenlijk. Ja, omdat laag. alles al met een bepaalde intensiteit moet. Ja. Ik, toch ik, ik, om, ik zwem uh, alleen maar laag intensief. Om, in niet, om niet te verzuipen, laat ik het zo zeggen. Echt? Nou ja, ja. precies. Dus eigenlijk ja. Dus nog de benen. Bezig, omdat je, je techniek zo slecht is. Ja. Dat het je al te veel moeite kost om gewoon, nou ja, laten we zeggen, een tempo aan te houden van. Uh, nou ja, twee minuten per 100 meter is al vaak dan te hoog. Ja, sorry, ik lach. Maar ik lach <laughs> meer naar Jurgen. Ik dacht dat je toch al iets verder was. Want dit klopt wel hoor. Dit klopt. Als je niet kan zwemmen, dan is elk ja. baantje een worsteling. Ja. Dat, dat heb ik ook nog wel een jaar of vijf geleden gehad. Ik ben inmiddels wel op een zwemniveau dat ik eigenlijk het andere denk. Ik doe bijna alles rustig in het zwembad. Ik maak me niet gauw druk. Ja, maar ik bedoel ook meer de manier waarop wij trainen bij de UITT is natuurlijk toch kortere stukken steeds. Je gaat nooit ik heb dat natuurlijk met, met fiets of lopen. lopen ga je 10 kilometer lopen? Of noem maar ja. de afstand van Maar wij gaan in een zwemtraining. Dan ga je nooit één kilometer zwemmen. Aan één die, stuk. Die achter elkaar doen. Nee. nee. Dus nee, het is duidelijk. per definitie altijd een soort intervaltraining. Ja. ja, nou daar ben ik toch niet mee eens. Ja. Nee. ja, en plus die rand. Jij bent toch niet die bandje die, die nee, bandjes joh. aan het knallen? Nee, nou ja en, en elke keer het afzetten. Ja, dat vind ik ook ja, zo'n ja, rare beweging, ik beweging die je in het echt hier nooit hebt, zeg maar. Okay. Dus, okay. Uh, nee. Maar wat ik nee, maar dus dat... hoor zeggen, Guido, stel nou even, en we gaan hem zo verder uitbouwen. Ik, doe, ik vind zes trainingsmomenten in de week, of misschien wel zeven. Dan doe ik in ieder geval iedere sport twee keer. En probeer ik in ieder geval één keer dat fietsen, lopen ook als een combi te doen. Dat is een soort van basisplan. En dan kun je daarna nog op uitbouwen. En eigenlijk ja. hoor ik jou qua intensiteit nu zeggen, als je iedere sport twee keer doet. Doe dan één keer rustig en één keer ook met interval of intensiteit... om ook daar die snelheid wat in op te bouwen. Ja, ja, hè? ja, ja eigenlijk is dat vrij simpel op die manier. Basisplan. Ja. Nu gaan we uitbouwen. Um, maar ja. misschien tussendoor, hou vast. Kom ik had nog één ja, vraag. Ja, is eveneel. het ook zo dat je, omwille van de tijd... en dat iedereen herkent dat waarschijnlijk... een half uur of drie kwartier lopen kan heel goed. Dat is prima. Maar ga je drie keer fietsen, dan voelt dat al als te weinig, te kort... Lees dat jouw fietstrainingen automatisch ook langer zijn dan je looptraining en je zwemtraining, per definitie. En dat je zwemtraining ja. relatief, nou ja, misschien wel de kortste duur heeft. Ja. ja, meestal is dat wel zo. Tenzij, ja weet je, zwemtraining kost al vaak meer tijd omdat je naar het zwembad ja. moet ja. opkleden en dan zwemmen we weer terug. En um, lopen, dan ga je de deur uit en je begint. Ja. En, en daarmee ook kijkend naar de wedstrijd zelf, de triathlon. Ja, de meeste de tijd is, is gewoon ingeruimd voor het fietsen. Ja. Ja. ja, helder. Ja, klopt ook. En dan heb je ook nog eens met zwemmen. De winst die je gaat halen. Mm -hmm. het zal in het begin wel, ook wel, wel groter zijn. Als je echt niet kan zwemmen en je, en je hebt een beetje de techniek goed geleerd. dan zul je daar best nog veel winst halen. Op een gegeven moment is die winst heel beperkt. Hè? Want als ja. je dan. Um, op, duizend, op een kilometer... een minuut harder wil zwemmen... één minuut hè... dat, dat is echt heel veel. Ja. Dus ik jee, nee, zeg... Hoe, heb ik echt, ben ik nu al, al zes weken lang... twee uur extra per week aan het zwemmen... en ik, haal, ik, ben, ik ben twintig seconden sneller. Ja, dus ja. de investering... Om iets, harder te, om iets sneller te worden... Is dan, best, is dan best groot. Als je op een bepaald niveau al bent. Maar dat, ja, weet je, dat, dat geldt ook wel... voor lopen en voor fietsen... Um, maar dat, dat de drempel om te gaan lopen en fietsen is vaak toch voor mensen lager dan om extra te gaan zwemmen in het zwembad. Ja. Ja, al is het maar dat je toegang tot dat zwembadwater moet hebben. En dat is ja. een hele goede reden om lid te worden van een triathlonvereniging bij jou in de buurt. Ook al doe je niks met lopen en fietsen, dat is ook gezellig. Maar in ieder geval dat zwembadwater heb je dan uh, in ieder geval uh, beschikbaar. Nou, je um, ziet het altijd in de zomerperiode, hè, omdat ik dat zwemmen. als het heel lang warm is geweest en je kunt op heel veel plekken open water zwemmen. dan zie ik altijd dat heel veel mensen. Oh, ik ga toch eventjes s'avonds even zwemmen. Dat zie je in jouw trainingsdata ja. zeg maar, van jouw Ja, je dan, atleten. dan hebben ze gewoon nog open water ergens in de buurt, wat dan makkelijk ja. is. En dan ga je daar even zwemmen. Ja, ja. Hey, en nu komen we al door naar het volgende onderdeel van de vraag, ook zeker van Liesbeth. Waar ga ik me nou mijn focus op leggen? Want jij zegt nu al een beetje ja. Om op een gegeven moment als je al behoorlijk zwemt. 20 seconden of een minuut sneller te zwemmen. Moet je heel veel zwemuren trainen. Ja. Uh, kortom Guido. Waar zou jij. Stel, uh, we hebben die basis soort van gehad. Zes momenten alles twee keer laag intensief. Nou uh, zeg ik nou Guido. Maar ik heb nog wel twee uur extra. Of drie uur extra. Ja. Waar gaan we die neerleggen? Ja dan moet je een beetje Weten van, nou ja, hoe, um, hoe, hoe goed ben je in elk onderdeel? Ja. Hè, wat, wat zijn je capaciteiten daarin? Ben je, ben je een redelijk goede zwemmer? Redelijk goede fietser? Een redelijk goede loper? Zo'n beetje. Ja, dan, dan zijn die twee uur extra investeren in zwemmen, ga je misschien, ja, dan ga je misschien wel die minuut harder. Ja. Dan, hè, dus dat is het een beetje, ja. Ga je dat investeren in het fietsen? Uiteindelijk moet je zit je langer op de fiets. En dan zal die één minuut winst procentueel vertaald naar het fietsen, zal misschien al twee minuten winst ja, opleveren. Ja, ja. En bij het lopen misschien ja, anderhalf dan een beetje ertussenin. Ja. He, dus ik zou altijd een beetje kiezen, zeg maar, voor hetgene van um, nou ja, eerst kijken van waar, waar zit je zwakke plek. Ja, echt, als, als iets echt slecht is. Ja. Of dat nou lopen of zwemmen of fietsen is, ja. moet je daar eerst in investeren. Ik weet toch dat heel veel triatleten niet zo'n goede fietsers zijn. Oh. En dat je daar nog echt wel heel veel winst kan halen. Ja, maar ik kan wel fietsen hoor. Iedere Nederlander kan fietsen. Maar je moet hard fietsen. <laughs> maar en waar... hard fietsen <laughs> is toch wat anders. Waar zit dat dan in? Dat ze van nature uit het zwemmen of het hardlopen komen? Of dat nee. ze eigenlijk gewoon niet goed trainen hard bij het lopen? Laat ik het zo zeggen of dat fietsen, bij... sorry. Ja. Ja, 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 bij het zwemmen, dat hebben we dan een beetje. Hè, dat je, als je bij de vereniging zit, dan krijg je wat je al zelf zegt. Dan ga je uh, bandjes hard, bandjes, rustig, bandjes, hard, bandjes, rustig. Ja. Een beetje intervalkarakter. Als je dat bij het lopen en je, zit bij, je hebt ook bij een loopvereniging zitten, dan krijg je datzelfde. Dan je ga je ook maar, hè, hardlopen, rustig lopen, hardlopen, ja. en dan heb je ook die intervallen. Mensen zitten niet zo gauw bij een fietsvereniging. Ah, He, dat is ja, 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 het. Ja, ja, ja. Ze hebben geen ze koersen niet. Ja. De KBU licentiehouders zijn er niet zoveel. Dus er zijn niet zoveel mensen die echt uh, daarbij zitten en die trainen ook wel met intervallen. Maar als mensen dan zelf gaan fietsen, wat doen ze dan? Dan pakken ze de fiets en dan gaan ze gewoon fietsen. Ja, en dan gaan ze misschien een beetje Doeren. harder. Ja. Ja, een beetje harder en een beetje rustiger, maar niet eraan snokken. Daar ken ik mezelf wel uh, erg Wel hè, ja. deze denk, raamde ja, rondje maar, met de mannen? Dus bijvoorbeeld grijs trainen, <laughs> ja. dat is altijd inderdaad één tempo. Nou ja, en, dat uh, is heel, heel als, uh, licht grijs ja. trainen dan. Dat ja. je denkt, jee man, ja. ik oh, je rij of 28 ja. of 30. Ja, <laughs> ja of 36 lekker is, in, in de kont van uh, Bert. Ja. ja, maar ja. dat is dat bijna niet. Nee. Dan, zeg ik zo, dan beginnen de mensen oh jongens, doe eens rustig rustig <laughs> ja. Ja. ja, herken je dat? ik herken dat heel goed, ja nee, je laat het toch afhangen van de groep en het parcours hè, gaat het heuvel op en dan heb je een tussensprintje bij wijze van of er komt een, een plaatsnaambord langs, ja. dan heb je daar dat sprintje maar er is natuurlijk niks structureels van Drie minuten uh, relatief volle bak en dan uh, anderhalve rust. Nee, of noem dat maar op. herken ik wel. Want... Maar dat, dat vind ik lastig ook met het verkeer en noem maar op, waar je mee Zeker. te maken hebt. Maar en, ik heb dus, een, ja, ja oké, okay, Luxe. Wij wonen op de Utrechtse Heuvelbrug. Ja. Alle luisteraars in de rest van Nederland, sorry. Ja. Maar Guido, toen jij mij twee jaar geleden liet beginnen. Nou, met Ja, ga maar eens even. <laughs> vijf keer drie minuten omhoog, tien minuten rust, ja. nog een keer vijf, drie minuten omhoog. Ja. Daar werd ik echt heel snel heel veel sterker van. Ja, ja maar. Dat is, al, weet je, dat is precies wat ik bedoel. Dat doen mensen zelf niet. Nee, nee. En als je dan ergens winst kunt halen, dan denk ik ja, maar daar heb je nog heel veel laten liggen. Want je mm -hmm. kunt nu wel fietsen en je kunt best wel een tempo fietsen, maar je kunt niet echt hard fietsen, kort en dan echt keihard. Ja, ja. En daar ligt nog best veel winst voor veel mensen. Ja. Dus wat je hier eigenlijk, als ik hem even terugbreng, we zeiden net minimaal zes momenten, misschien iets meer. Eentje laag intensief, eentje met intervallen. Met als doel sneller worden. Sneller lopen, sneller zwemmen, sneller fietsen. Als je dan extra uren hebt, zeg je nou vaak, per persoon afhankelijk. Maar er ligt dus winst om juist dat fietsen. Want dan heb je en dan kun je daar winnen door wat meer laag intensief volume te maken. Omdat je gewoon ver moet fietsen in een triathlon. Maar juist ook dat trainen, dat is vaak nog een onbeschreven blad. Ga maar uh, ja. jezelf uh, dwingen, of bij een club, of met jezelf, of met een training -piet. Ja trainingprogramma Blokken te rijden. Ja, 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 ja precies. Weet je, je, hebt altijd wel ergens een helling in de buurt, waar je waar je gewoon tegenop kunt knallen. Wij uh, maken toch een podcast in Nederland, uh, Guido. Ik denk toch dat er heel veel <laughs> mensen geen helling in de buurt hebben. Viaduct. Nou, ik heb dan ook altijd. niet midden in de heuvels. Maar als ik ergens een, um, een snel, als je een snelrover gaat, dan is er een viaduct. Ja, we zijn toch veel te <laughs> kort. Dat, nou, dat is, dat moet, als je echt de viaducten zijn, vaak wel toch wel al. Nou, laten we zeggen, 30 seconden heel hard fietsen. Oké. Okay. Dan, dan, uh, dan is het bijna er bovenop. Ja. Dat heeft al zin. Maar, maar 30 seconden heel hard fietsen en dan omdraaien, weer terug en dat tien keer doen. Oké. Okay. Dan denk je ook op een gegeven moment: jee, wat is dit voor training, man? Tenminste, vaak heb ik, hoor ik dat commentaar dat ik echt ging kapot. Ja. ja, ja. Dus wat we aan het doen zijn: je bent natuurlijk als triatleet dus veel uren aan het maken. En daardoor bouw je veel conditie op. Dat is natuurlijk ook ultiem wat het is, dikke duursport. En dan ga je op zoek naar snelheid. Ja. Door dit soort intervallen. Jurgen, ja, ja. jij hebt ook een poging gedaan om wat wetenschap hierover. Nou ja, wetenschap is een is groot woord. Ik heb eigenlijk inderdaad. Wat vind je dan? Twee studies gevonden. Ja. Eén is echt. Nou ja, dan denk je: hoe, hoe krijg je het? Waar, waarom is dit relevant? Waarom wordt dit gepubliceerd? Goh, dan hebben ze, themaatje van de podcast. Dat is wel interessant. Dat, wat ze dan doen, ze zijn gewoon benieuwd van hoe lukt het om recreatieve triatleten, zoals ik zelf kreeg, kende me heel erg in de, in de doelgroep daar, om eigenlijk te trainen voor een Olympic distance. Ja, dus dat is de zogenaamde kwart. 1500 ja. meter zwemmen, 40 kilometer fietsen, 10 kilometer hardlopen, wat wij ook ja. in West-Friesland Westfriken. Hoe delen hebben. die dat eigenlijk in? Wat, uh, wat is hun verhouding, inderdaad, van uh, als je kijkt van laagintensief, hoog intensief. En uh, uh, waarom raken ze niet overtraind of raken ze overtraind? En eigenlijk uh, wat die doen, die doen het precies als ik doe. Die komen uit op pak een beet tussen de 6 en 8 uur uh, trainen in de week. En dan, uh, ja, het klinkt een beetje, die doen maar wat, maar zo is het op zich niet. En dan is het meeste inderdaad van alles twee keer als het lukt. En de ene week, ja, doen ze ineens wat meer dan een ander. Dat is ook een beetje, waarschuwen die onderzoekers voor, hé, hey, kijk uit voor overtraining. Maar uiteindelijk blijkt het gewoon, want dan kijken ze negen weken lang, precies goed te gaan. Hm. En dan is het meer de verwondering die ze hebben, nou, die mensen die trainen best wel hard achter in de week. Uh, ze ja, nemen want, best want wel tolge, wat hooi op de vork. Vanuit de triathlon vertrekken wij net. En stappen wij heel ja. makkelijk. Na tien uur in de week trainen is dus een beetje onderkant. Ja. Dat is in de triathlon normaal. Maar natuurlijk voor gewoon mensen die uh, gewend zijn twee keer in de week te voetballen. Precies. Is dat even heel wat dus anders. Dus ze zeggen, nou voor gewone stervelingen. En eigenlijk zeggen ze ook, nou er is niemand die afhaakt vanwege blessures. Of het gevoel van een, een infectie. Hoe, hoeveel Zit, mensen hebben ze. Van, ze nou, een stuk dit? of tien of zo. Een oh, kleine groep, klein groepje. Hè? Ja, maar beschrijd. wel heel. Gemonitord ja, en dan ja, ja. trainingslood berekend, et cetera, ja, ja. dus zoiets van ja, misschien zit er wel iets veiligs aan het feit dat ze kunnen afwisselen in de sporten, multisporten. Nou ja, multi -sporten. Dus, ja. En de andere is inderdaad het trainingslogboek. Eigenlijk van een Spaanse triathlete die in 2012 in Londen achtste werd en dat is redelijk uitgedokterd. Uh, ik zal eens even bijhalen: het gaat om Ainoa Murawa. Even toch, vind ik toch ook weer een interessant fenomeen qua studie. Want we kijken niet naar de winnaar, nee. maar wel naar een prof. Ja, die ja, uh, goed, het is gewoon de, de, de man die het opgeschreven heeft. Die publiceert veel over wielrenners en zo. Ik denk dat hij gewoon de data uh, heeft gekregen, haar begeleid. Hij maakt wel opmerking dat ze namelijk ten opzichte van de vier jaar ervoor enorme progressie heeft gemaakt. Maar het zijn meerdere getallen waarvan hij zegt: Nou, kijk eens, het triathlon dat zijn geen uh, koekenbakkers. Die, die moeten er hard voor werken. Nou, zij doet het af met 16 sessies in de week. En 16. Dan, ja, en wel, en zij traint uh, relatief veel het zwemmen. Dus zes sessies zwemmen, vier. Uh, uh, um, Lopen, Zes keer zwemmen, ja. vijf of uh, vier fietsen, vijf lopen en één krachttraining. Dag. Daar hebben we nog oh, niet ja. eens over gehad, die extra krachttraining. Um, nou ja, en heeft het hebben ze het onderverdeeld in eigenlijk de, de uren. Nou, dan zit, zit je op negen uur in de week fietsen, vijf uur in de week uh, lopen en dan ook rond de drie uur, drieënhalf uur uh, zwemmen. Nou ja, dan kom je op die uh, trainingsinterview intensiteitsdistributie voor het zwemmen. Maar wacht dus even, zes trainingssessies zwemmen voor drie en half uur. Dat is nog geen half uur zwemmen per keer. Ja, uh, gek genoeg hebben ze het daar over kilometers in de week. 25 oh. kilometer in de week okay. in zes sessies. Dus zij okay. zwemt inderdaad niet zo heel lang. Nee, maar, uh, vaak. Ja, en nog even over die verhouding laag. Uh, nee, ze doen het in drie zones, laag, midden, hoog. Ja. Voor het zwemmen is dat 75, 16, 10 dus, 75 uh, laag. Ja. ja. Fietsen 88-10-2. Ja. En lopen 85-8-7. Ja. En daarbij en dan om... horen wij al waarom ze achtste werd. Want had ze bij het fietsen misschien beter wat meer hoog in de zitten. Ja, wie weet. Zitten. Nou ja, de opmerking <laughs> ja. die zij hebben is: het hele jaar door heeft zij ook nog allerlei wedstrijden. Ze had er een totaal 18. Oh ja. Waarvan 8 uh, uh, Olympic distance. Daarmee aangevende, ja wij vaak kunnen toewerken naar één of twee triathlons, maar de gemiddelde uh, top Dat heeft... lijstje wat ik aan het begin van de aflevering noemde, zijn er toch ook al zes zeven? Ja, dat klopt. In drie maanden. Ja, ja wij doen het ook aardig. <laughs> ja. Nee, maar het, het is meer en hij vergelijkt dat dan natuurlijk met wielrenners en hardlopers en dan zegt gewoon ja dit, uh, uh, let even op dit, dit, ja dit, dit is geen uh, ja, je moet er best wel wat voor doen, Zeker, dat is, op dat uh, niveau. Ja. 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 Dus ja, dat... Guido, want jij hebt ook uh, mensen aan de top van de triathlonwereld, hè? Voor de mensen die ja. het even op jouw social media gemist hebben, vertel eens. Ja, nou ja, ik heb onder mijn hoede, onder andere Jury, Yuri mm -hmm. Keulen. Winnaar ja. in Singapore. Ja, bij de top um, 100 triatleten van de wereld, toch? Ja, de PTOT 100 heeft die uh, gewonnen. Uh, dus dat is uh, echt een wereldprestatie. Uh, waar ik ook zelf van mijn stoel viel. <laughs> toen dat, uh, toen dat uh, onder in, nou ja, in Wording was. Um, en de andere bij de dames. Uh, die, de Diderix Die uh, op de Ironman Zuid-Afrika bijna won. Mm -hmm. Maar tweede werd. Wat ook al een geweldige prestatie is. Want het was eigenlijk pas haar. Eerste echte hele, want ze had in Cozumel vorig jaar gedebuteerd, maar dan was eigenlijk het zwemmen eruit gegooid, dus dan heb je meer een duathlon. Ja, dus en dus uh, even, echte even echte mijn echte. beeld: was zij op jacht naar de eerste plaats en was het lopenkoer net te kort of lag ze op kop en is ze ingehaald? Uh, nee, ze lag niet op kop. Ze, ze nou, het was een beetje een, een, een hele spannende damesrace. Op een gegeven moment waren drie dames. Uh, binnen één minuut, zo ongeveer halverwege die, uh, la, die uh, halve marathon, 25 kilometer punt. En degene die voorop lag, die uh, uh, zakte langzaam in. En toen liep die de tweede. En degene die drie lag, die kwam langzaam voorop. Um, dus ze heeft niet op kop gelegen, maar ze is wel ja, eigenlijk tweede, derde plek. En dat is uiteindelijk gewoon tweede geworden. Ja. Um, maar ja, die trainen dus ook, als je dat bekijkt, zeg maar wat Jurgen net noemde. Ja, dan kom je ook op. En dit is dan hele halve afstanden allemaal. Ja. Um, 6, 7 uur zwemmen in de week, 15 uur fietsen, um, 7, 8 uur lopen. Ja, ja. Dat is een dus werkweek. Dan je, ja, 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 ja daar kom je wel op 25, 30 uur uit. Ja, hè? ja, ja. ja. En, dus dat uh, is echt enorm veel. En herstellen daartussen en uh, noem maar op. Ja, nee, dat. Uh, ja. ja. En is en dat, dat is ba ook... balanceren op een dun koord uh, wat betreft uh, ja. overtraining te veel doen, blessures? Ja. Ja, dat is wel balanceren. Want dat is ook hetgeen. Ja, dat vind ik ook wel het voordeel dat ik het fulltime zeg maar ook kan, kan doen. Dat ik dat ook elke dag kan bijhouden en monitoren en, en die nodig bijsturen, alles. Mm -hmm. um, zeker als, uh, als je uh, de overstap maakt van, van de halve en die gaat naar de hele toe, zoals bij Diede. Ja. Ja, dan ga je ineens heel veel meer doen. En ik denk dat haar talent met name zit. Dat ze er dus ook heel veel arbeid kan verrichten hè? zonder dat ze kraakt. Ja. Het is wel zwaar, absoluut. Het is, echt, het is heel zwaar. Maar de, er is niet iets wat kapot gaat. Ja. Hey, en Guido, is Diede inmiddels fulltime professioneel atleet? Want ik ken wat in mijn, uh, mensen in mijn omgeving die ook op weg zijn naar een hele uh, triathlon in Nederland bijvoorbeeld. Maar die doen dat er allemaal naast. Hè? We zijn net al bij een halve. Nou, moet je toch ja, zeker wel, wel een uur weg. of twaalf kunnen trainen? Hoe is dat voor uh, Diede en Juri? Ja. Juri is sowieso fulltime. Ja. Die doet, dat is echt gewoon fulltime prof. Uh, en die uh, ontwikkelt zich daar ook in, het, uh, in de jaren dat ik nu bezig ben. Met het management erbij. Sponsoren komen steeds. In het, ja, nu zeker. Dus die is gewoon uh, alleen daarmee bezig. Die dit, doet nog wel, heeft nog wel af en toe wat werkzaamheden erbij. die ze, die ze doet uh, um, in de, als werk. Um, maar dat is zeg maar al wel minder ten opzichte van vorig jaar. Hmm. Dus het is wel. Nou ja, hoe beter je presteert. Hoe minder je afhankelijk bent dat je ook nog um, moet werken. Om, omdat je anders uh, onvoldoende rond kan komen, bijvoorbeeld. Of dat je he, al die reizen waar je naartoe moet, dat kost allemaal geld. Ja. En, en het tweede woord over de Ironman, ja, dat scheelt dan wel een hoop. Ja, dat levert dan ook wat op. Dat is natuurlijk maar voor weinig uh, weggelegd. Uh, als jij zo'n ondergrens aan uren erin zou moeten leggen voor een hele triathlon. Uh, en ik snap, het, het is een vuistregel, kun je ja. niet ijzerhand zeggen. Maar waar, waar, waar kom je dan ongeveer op uit? Nou, als mensen bij mij komen en ze willen een hele triathlon doen en het wordt hun eerste en zo, dan zeg ik inderdaad: hoeveel uur heb je dan ter beschikking? En dan wil ik eigenlijk wel een beetje 10, 15 uur per week ongeveer hebben. Hè? 10 ondergrens, 15 bovengrens. Ja. Zodat als je, als je daarin past, als je dat kunt vrijmaken op een goede manier, dan kun je ook gewoon op een goede manier voorbereiden voor een hele. Ja. Ja. En dan moet ik denken aan Jan de Jonge. Over obsessieve passie, die begon met het tegeltje. Het verschil tussen profsporters en amateurs is dat profsporters of dat amateurs denken in meer, 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 meer uren trainen. Terwijl profsporters alleen maar denken in meer, meer, meer uren rusten. Nee. Uh, in ieder geval, die waarschuwing wil ik toch ook hier ook maar even roepen. Tegen ja. alle mensen die uh, misschien een hele of een halve triathlon willen doen. En hier horen. Ja. Oh, ik moet nog misschien ja. wel vier, vier uur extra in de week trainen. Ja, prima. Maar dan moet je ook vier uur in de week extra rusten. Ja. Kortom, nou, dat is het, hè? Ja. Dat is het. Maar vaak denken mensen dan: Oh, wacht even. Ja, die, uh, ja, dat lukt Gino, me dan ook. die zei: 10 tot 15 uur. Ja. ja. Oh, dan, dan ga ik gewoon een uur denken, later naar bed. Ik, hè? Ja. ja, die kan ik nog wel ergens eh, ja. erbij gaan sprongen. Wat is het, dus de 5 AM uh, club ja. toch? Dan sta ik gewoon voortaan om vijf uur op en dan ga ik daar lekker twee uur trainen. Ja, ja. Ja. Precies. Heerlijk. En dan ja. om negen ja. uur naar bed. Ja. Hé, hey, ik vind nog wel misschien een klein aspect waar kort aandacht is. Gewoon periodiseren uiteindelijk, hè? Uh, ja, nou ja, ja, goed, in de wetenschap daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Of het nou blokperiodisering of de nee. klassieke, traditionele, nee. noem maar op. Wat, Wat we, is dat? Blokperiodisering. Ja, Want re Guido ja. reageert meteen, blijkbaar betekent nee, dat wel. Nee, 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 ik reageer, ik reageer meer op het periodiseren en, en wetenschap. Ja. Er is wel wetenschap van en er zijn heel veel verschillende uh, mo modellen en zo. Mm. Maar ja, weet je, dat is met alle modellen. Geen enkel model is goed. Ja. Sommige kun je goed gebruiken eh, en, en voor iedereen geldt dan weer een ander type model. En dat moet je een beetje zien te vinden. Of dat dan drie weken op is, één week rust, drie weken op, of misschien vier, of misschien zes, of misschien twee, of misschien helemaal wisselend. Ja. Ja, daar, moet je, daar moet je mee spelen. En soms is het ook gewoon zo, ja, maar mijn schema zegt: ik moet drie weken op en dan één week af, maar ik ben in week twee helemaal kapot. Ja, dan pas je ik het moet aan. Dat een week zijn. Ja. Ja, dan moet je het aanpassen. Ja. Dat schema houdt niet rekening of dat model houdt niet rekening met alle andere omstandigheden in je leven. Ja. Nee, maar grofweg gezien, hè, je gaat richting de race. En dat betekent ja. eigenlijk uh, dat jij ook meer op die wedstrijdtempo's vaak, om in ieder geval wat gaat doen. Hè, dan dat, ja. en misschien wel iets meer die brick training. Ja, want dat is natuurlijk ook het aspect dat mensen zeggen: ja, maar als ik ga trainen met het lopen, ben ik altijd lekker fris. Maar dan komt ineens die ja. triathlon en merk ik van shit. Ja, ja precies. Ik precies. begin er hartstikke vermoeid aan. Dus ja, ja, dat is ook een aspect waar denk ik wel meer aandacht ja. voor moet zijn. Als je, ja, je ja, eerste dat zegt die voor, voor vermoeidheid. Ja, ja voor vermoeidheid. Geweken, nou ja, ik, ja. ja. Ik, heb wel, ik geef ze ook wel eens trainingen. Dat ze uh, uh, een fietstraining hebben met aan het, na twee uur rustig fietsen. En in derde uur krijg je blokken. En daarna krijg je dus de looptraining. Uh. Met eerst rustiger lopen met... In het, in Het laatste uur marat, of het, het Ironman tempo, ja, ja, oftewel daar ben je al nou ja meer dan vier uur bezig en dan moet je dan nog Ironman tempo kunnen, ja, maar dat is ook gene wat je straks ook tegenkomt, ja, ja, dus dat soort dingen kun je zeker nabootsen bij de hele lange is dat, is, dat, is dat best moeilijk, want dan moet je dus ook een hele lange trainingsdag hebben. Maar ja, de meeste mensen die doen, dus hè, die willen wat kortere triathlon, die hoeven dit eigenlijk niet, die moeten eigenlijk gewoon alle sporten gewoon goed kunnen en, en de wissels goed kunnen hè, dat is ook nog een onderdeel dat kan Gerrit natuurlijk vrij goed daar kun je al zo een minuut winst halen ja, ja dank voor de voorzet ik zat met een ander haakje maar ik zal me inderdaad even inkoppen ik heb ja. uh, dit voor je ook weer met veel plezier uh, ruim twintig clubgenoten van de UHTT en wisselkliniek gegeven en daar is ook het principe, er zijn natuurlijk twee redenen. Eén vanuit prestatie. Als je inderdaad een minuut gaat winnen in je wissels, één en twee. Probeer maar een minuut van je tien kilometer tijd af te lopen. Dan moet je een stuk meer voor trainen dan een keer twee uur een de wisselclinic. Ja, precies. <laughs> dus dat is één. En voor de meer recreatieve sporten geldt natuurlijk ook. Op het moment dat die wissel gewoon soepel en, en zonder fouten gaat. Dan zit je ook gewoon met veel plezier en lekkerder in de flow van zo'n wedstrijddag. Dus uh, dat ja. kan ik iedereen aanraden. Ook als je niet bij mij de klinic kan volgen, dan kun je toch wel gewoon in de tuin of op een grasveld ergens al je spullen meenemen. Alles op volgorde neerleggen. En het belangrijkste is het een keer doen en bij jezelf afvragen welke stappen neem ik in welke volgorde. En als je dan nog wat wil optimaliseren, goh, zijn er hier nog stappen waar ik eigenlijk vanaf kan. Ja. Nou, als je dat gaat doen, dan uh, kom je vanzelf bij een goede wissel uit. Ik zat met een ander haakje in mijn hoofd toen jullie het net hadden over periodiseren. Zei je al, ja, als je in week twee al uh, uh, vermoeid bent, dan moet je in week drie aanpassen. Uh, dat is natuurlijk precies wat een personal trainer voor je zou moeten bewaken en borgen. Uh, een goede doet dat. Ik heb onlangs iemand geadviseerd die uh, toch zei, nou, daar heb ik het geld niet voor over. Ik ga het op eigen houtje doen. En toen hoorde ik mezelf zeggen, natuurlijk ook vaak in de podcast over... <laughs> Bewaak dan in ieder geval de achterkant, bijvoorbeeld met een HRV voor training app of met een moedscore lijstje. Maar in ieder geval dat je wel in het snotje krijgt wanneer je zelf te moe of oververmoeid wordt. Want anders ben je natuurlijk maar door, door, door en dan, dan gaat het mis. Of dan ga je geblesseerd raken of wat dan ook, toch? Guido, hoe, uh, wat zou jij mensen daar nog op adviseren om, om inderdaad die vermoeidheid. Ja, ja, je bent natuurlijk. Tuurlijk moet je moe worden, want als, als het kon. Ja. Door op de bank te zitten, kreeg je er geen medaille voor, zeg ik maar weer eens. Nee, dat klopt. Maar ja, wanneer is het zeg maar echt moe? Wanneer is het uh, mm. uh, um, ja, een bepaalde vermoeidheid die eigenlijk uh, uh, niet zo diep is dat je niet meer kunt trainen? Hè? Dat nee. wanneer, ja. als je soms op de bank zit en denk je denkt: Oh, ik ben helemaal ik, ik kapot, man. Mm. En dan ga je fietsen of lopen en dan denk je: Nou, nou een kwartiertje valt eigenlijk wel mee. Het gaat eigenlijk wel. Nou. Dat is ook een beetje zo'n regel die je zelf heel simpel kunt toepassen. Als je dan je training hebt en je gaat beginnen. En het is na een kwartier nog steeds verschrikkelijk. En je bent boe en je zit te gapen. Draai dan maar gewoon om en ga maar naar huis. Want dat heeft niet zo heel veel zin dan. Ja. Dat, vaak is het dit dat het in dat kwartier gewoon omdraait. En ineens een beter gevoel geeft. En dan denk ik, nou het valt eigenlijk gewoon mee. Die benen voelen nog wel oké okay aan. Ik begin nu eigenlijk wel weer een beetje warm te draaien. En zou je dan... Stel je draait om hè praktisch. Ga je dan de dag erop die training juist doen? Of oh, ja. laat je deze vervallen en ga je gewoon door met het, het schema wat je een beetje hebt van ik ga elke maandag okay. ja, ja, en donderdag zwemmen en ik ga... Uh, ja, nou, ja. De het, meeste het fenomeen trainingen inhalen. Ja, ja de meeste triathleten um, of mensen die je überhaupt ergens voor trainen, die zeggen dan nee, die schuif ik door naar morgen. Die doe ik dan morgen wel, ja. daar ben ik te moe. Uh -huh. Of ik heb hem geprobeerd... Nou... Je, eigenlijk moet je gewoon ervoor zorgen, nou, schuif hem dan door naar de volgende week, hetzelfde tijdstip, en laat hem gaan. Ja, ja. Hè? Maar dat is heel lastig ja. voor veel mensen. Want die denken, ja, maar jij of het staat in het schema. <laughs> dus als ik dat niet gedaan heb, dan faal ik. Dan heb ik niet gedaan wat optimaal voor ja. mij was. Ja, ja. Maar dat is een vooropgezet plan. Dat wil niet zeggen dat dat het optimale is. Nee. Het kan best zo zijn, op dat moment is dat misschien helemaal niet meer optimaal. En dan moet je hem gewoon weglaten. En mm. dat moet je hem volgende week misschien wel doen. Of überhaupt niet. Ja. Nou, maar en dat is, is wel grappig, want dat is de aanleiding dat Liesbeth <laughs> uh, en, uh, en Peter ook mailen natuurlijk. Het, dus ze zullen er vast wel zijn. Maar er staan niet zo heel veel kant-en-klare natuurlijk op het internet. Dus je bent, als het goed is, hopelijk, als je goede luisteraar van deze podcast bent, <clears throat> toch al zelf een beetje aan het bouwen. Ik denk dat ik er nog een aantal heb gemaakt in het verleden. Voor de, voor toen ik nog bij de triathlon, zat, triathlon Bond zat. Toen was er nog een, een tijdschrift op papier. Ja, precies. En ik heb nee. die idee. Ze zijn ook wel te, te vinden. Ik zijn, heb ze bij ons in de club ook wel zien rondgaan. Maar volgens mij is de essentie. Ja. dat je dus waar deze aflevering over gaat. dat je op basis van je eigen beschikbare tijd. en je eigen voortgang. toch veel meer eigenlijk aan het stuur van je eigen schema gaat zitten. Of laat zitten door een personal trainer, als je dat kan betalen, wil betalen. Dan bijvoorbeeld bij ja, een marathon maar, of een 10 kilometer schema, ja. waar je gewoon slaafs uitvoert wat daar staat. Ja, het is vaak lastig voor mensen als ze het zelf doen. Omdat, ze, omdat je zelf gewoon niet zo snel zegt: ik laat hem gaan. Of ik doe hem niet. Het is beter vandaag om hem niet te doen. We gaan we altijd proberen. Of we altijd toch tot het gaatje proberen. Ja, het is toch gelukt. Ja. En misschien was het dan niet zo slim. Mm -hmm. En... Nou ja, wat ik dan heb. Zo bij jou, dan denk ik, ja, maar jij kunt het bij mij leggen. Is het slim om dat nu te doen? Ja. En dan heb, je, heb jij zeg maar, Dan ben jij er vanaf. <laughs> en dan zeg ik ja of nee. Of misschien ja, zus of zo. <laughs> en doet hij dat vaak bij jou? Uh, nee, ik zit, uh, daar hebben we het al vaker <laughs> over gehad in deze podcast. Ik heb met iets heel <laughs> anders te maken. Ik heb deze natuurlijk deze week een wat rommelige week, zowel zo. nog enigszins druk. Anders, en dan mis ik gisteren een training. Ja. En ik heb me, ik heb me en heb ik dus niet gevraagd, mag ik hem missen, maar het ging gewoon mis qua planning. En dan ben ja. ik heel blij dat ik Guido heb, want ik denk oh ja, als ik nu mijn eigen trainer was, mm. dan zou zomaar dit hele kaartenhuis zo kunnen oh. wegkleien. Want ja, dan denk ja. ik morgen, oh. ja, ik heb die van donderdag ook al gemist, ja. dus daar, van woensdag, <laughs> nou, weet je. En voor je het weet, loop weg. Maar ja, ja. nu heb ik Guido, eracht, denk fuck. <laughs> ik heb woensdag al teleurgesteld. Ja. <laughs> Moet wel even zorgen dat ik ergens nog weer uh, wat data ja, in dat systeem pomp. Zo, ja, ja, nou ja, dat is een beetje zo werkt het toch bij veel ook op deze manier. Ja. En uh, dan, dan ze hebben ze zoiets van, ja, uh, oh kak, dadelijk heb ik, dan heb ik die training gedaan en vandaag hoor ik... Oh, en daar, daar gaat Guido dadelijk opmerkingen over maken, en dan krijg ik ze. Uh, nou, en, en laten we het neutraler maken, want dit, dit gesprek hebben we vaker ook hier in de podcast gehad over: doe ja. het voor mij, doe het voor jezelf. Maar ik kan, ja. daar, ik kan, ik kan die, dat wel even in het midden leggen. Het, het, de relatie met een coach of een trainer of zelfs zo'n trainingsplichtsysteem maakt dat je het op zijn minst moet uitleggen. Ja. Wel, ik kan aan mezelf wel uh, allerlei smoezen in mijn hoofd verzinnen waarom dingen niet lukken. Maar nu is het toch een andere kant van de tafel. Ja. Die, waarin je ook toch moet vertellen uh, waarom je iets wel of niet doet. Nou, en, en los van of je het dan voor of die ander doet. Dat procesje, nou, in ieder geval, ja. houdt mij bij de les. Ja, en nog even dan terugkomen op dat periodiseren. Dat is best natuurlijk wel een lastig als je dat zelf allemaal moet doen. Nou, de schema's worden vaak wel opgebouwd en het wordt steeds iets meer en, soms, en iets intensiever. Mm -hmm. um, en, en op het laatste, dan, dan komt er dus de taper. Ja. En daar zitten mensen die denken dan ook, ja, maar wat is nou een goede taper? Hè, moet ik dan niks doen of uh, helemaal, helemaal fris worden? Nou, eigenlijk moet je daar altijd een beetje, als je dat een beetje goed in de gaten houdt, je moet sowieso veel minder gaan trainen. Logisch, want je moet frisser worden, maar je moet wel een beetje binding houden met de snelheid die je straks in die wedstrijd wilt nou ja, laten zien. Dus je hebt wel nog af en toe wat intensieve blokken erin, alleen niet zoveel dat het uitputtend is. Ja. Je moet, weet, je je, speelt, je gaat even een beetje met lopen, doe je even een stukje van een kilometer. Dat je denkt, nou, dit is wedstrijdtempo, dit is het gevoel wat daarbij dus ja. dat is ook wel iets wat, wat, wat vaak zeggen, ja, maar ik moet, gewoon, uh, moet ik dan helemaal niks meer doen? Of uh, helemaal geen intensiteit, maar wel nog de duur? Nee, nee je moet dus minder, minder duur, minder omvang, maar wel nog kleine stukjes intensiteit erin houden, zodat je dat, uh, uh, dat gevoel daarbij blijft houden. Ja. Ja, je luistert natuurlijk gewoon even de aflevering van de Slimmer Presteren Podcast over de ideale of taper. De paper, ja. uh, en daar ja. nee. leer je dit natuurlijk uh, ook ja. al in. Maar goed dat we dat hier ook even in verpakken. Wat we hier ook nog in uh, moeten verpakken. voordat we zo uh, de slotconclusies gaan maken. is een stukje luisteraarsparticipatie. Normaal doen we dat natuurlijk altijd voordat we met jou gaan zoomen, Guido Vroemen. Maar ja, daar zitten we nu al de hele aflevering mee. Um, want een van de dingen die altijd slim is bij je triathlon. zeker bij een wat langere afstand. is. Goede sokken aantrekken. Met name dan natuurlijk snelle sokken. Die kan je gewoon uh -huh. bestellen in onze webshop wwwslimmerpodcastnl webshop. Maar die kan je ook verdienen door uh, veel naar de Slimmer Posteren Podcast te luisteren. Eens even bij jezelf na te gaan: wat is nou één ding wat bij mij is blijven plakken, waardoor ik sneller ben gaan wielrennen of gaan hardlopen? En dat dan in een audiobericht in te spreken van maximaal 30 seconden. Nou, onder andere Arno Ulijn heeft uh -huh. dat gedaan. Laten we maar eens luisteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep, miep. Hoi, Gerrit Guido, Jurgen. Anuelijn hier. Als je mij vraagt wat uh, bij mij het beste is blijven hangen van alle afleveringen Slimmer presteren, dan is het eigenlijk wel die aflevering over uh, statisch rekken voor het hardlopen. En wat bij mij is blijven hangen, dat dit uh, eigenlijk dus helemaal niet nodig is. En misschien zelfs wel tegen je werkt. Dus uh, niet meer doen. Doei! Ja. Daar hadden we het vorige week in de aflevering over loopstijl ook al even over. Hou maar op met dat rekken. Uh, gewoon lekker die veerkracht van die pezen gebruiken. Um, Arno was wel leuk, want tot nu toe hebben we veel van dit soort berichten via de WhatsApp binnengekregen. Maar Arno stuurde hem netjes in via de voiceberichtenservice ah, van het platform vriendvandeshow.nl. Het platform waarmee jij jouw waardering voor deze podcast uh, natuurlijk ook uh, door middel van koffie kan laten blijken. En die koffie hoef je dan niet echt bij ons naar binnen te schieten. Maar je mag een kleine donatie doen voor een kopje of een potje koffie. En dan uh, word je op het podium gezet. Het is weer tijd voor Jurgen. Zou ik weer zo'n mooie lijst geven van nou, nieuwe vrienden en ja. vriendinnen van de show? Brint met Ivar, die doet gelijk een hele pot. En Ernst Jan van Une, die doet dat ook. En ook Henk Volkers, die zegt: hoppakee, nog een pot koffie voor die mannen erbij. <laughs> Ingrid van Meijeren doet het ook. Remco doet het. Liedwien, Koen Donkers en Jorik Jonker zijn allemaal lid geworden van het legioen Vrienden en Vriendinnen van de Show. Via de website vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Daarmee maken ze niet alleen deze podcast mogelijk. Maar worden ze ook toegelaten tot de exclusieve slimmer presteren Strava Club. Kunnen ze ook zien hoe jij en ik in de dagelijkse praktijk onze triathlon trainingen vormgeven. Maar bijvoorbeeld ook van uh, bijvoorbeeld Marlis Altenaar, Die is op weg ja. naar de hele triathlon. De Gelreman gaat ze doen 8 augustus. Kijken hoeveel uren... Oh, nu maak ik het misschien een beetje zenuwachtig. Maar anders zullen we eens kunnen kijken hoeveel uren Malise op dit moment traint. En vrienden en vriendinnen van de show krijgen een kortingscode waarmee ze ook 25% korting krijgen in de eerder genoemde webshop. Tot zover. Even de shout-out naar onze luisteraars. Uh, laten we eens voorzichtig tot een uh, samenvatting, conclusie komen. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die mensen moeten leren als ze zelf aan de slag gaan met een triathlonschema? Kijk je naar mij? Ja, nou, waar zit jij nog een streep onder vandaag? Nou, fietsen. Zet in op het fietsen uh, wat. Uh, dat is een mooi inzicht, hè? Omdat we dat eigenlijk weinig efficiënter zijn om te trainen. trainen. Dus ja. niet gewoon uh, plichtmatig je vaste rondje op één tempo. Ga ook durf die intervaltrainingen aan, waarbij je echt blokken, even, blokken, blokken. Uh, door het lint uh, gaat. Ja. Ja, ja, leuk. En ook daar, ik zei het al eerder, een triathlonclub ja. kan leuk zijn voor het zwemwater. Ik heb nu, het, is, het blijft lastig, maar ik heb nu toch een paar keer weer bij de, onze triatlonclub ook de fietstraining meegedaan. En dan krijgen we toch ook grappige trainingjes, weet je wel. Ook, nou, Nogmaals, wij hebben hier heuvels, ja. Ruitenbergje. Ga maar een keer staand, de hele weg staand naar ja, boven. Ga maar een keer met één hand. Ga maar een keer met, nou ja, allemaal variatie in feite, wat je ook bij je looptraining doet. Om je bewegelijkheid en je lijf op die fiets ja, meer te trainen ja, ja. en uit te dagen. Ja, ja. Guido, waar zet jij de streep onder als mensen zelf aan de slag gaan met voorbereiden op een multisport evenement zoals Liesbeth en Petra? Ja, wat ik al zei, het belangrijkste is dat je kijkt hoeveel uren je ter beschikking ja, hebt uh, om te trainen. Uh, en, en, dan en te rusten, reëel, dus. En, en te rusten, inderdaad. En een reëel doel stellen. En het is niet zo dat je per se een hele lange triatlon moet doen. Uh, het begin gewoon is leuk met een korte uh, Triathlon, waarbij je al die drie sporten achter elkaar doet en veel lol hebt. Ja, precies. Nou, je hebt het vorige week al even genoemd. Hè? Uh, Tiel, ga jij naartoe? De nieuwe Rivieren triathlon. Die is helemaal gericht op instap. Til of zoelen, volgens mij hoort het zo zoelen he? veel. Ja, bij, ja, maar het maar het is daarbij... ja zeker. Heet het, dus uh, nee, dat klopt. Echt uh, goed dat je het noemt. Plezier, leuk. En dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een punt. dat je zegt, nou, ik heb helemaal geen zin om te trainen. En je denkt, nou. Probeer het even. En anders slaat het gewoon prima over. Het moet, moet allemaal wel leuk blijven. Ja. En zij doen dat. Uh, ik, ik, ja, ik vind uh, wel hun benadering wel goed voor mensen de eerste keer. Of mensen die niet, geen idee hebben. Nou, die kunnen een achtste doen. En die kunnen het laatste stuk lekker wandelen. Of ja. die kunnen hun e-bike meenemen. Nou, dat uh, mag allemaal. Er wordt geen tijd bij. Het is geen wedstrijd. Het is gewoon een, een lekker. Uh, Middagje uit. Oh. Ja. En dat werkt, want hier is dat wel heel extreem. Ik wil toch ook zeg ik vaak tegen mensen die nieuwsgierig zijn naar triathlon. In heel veel triathlons in Nederland is die vibe er in de laatste driekwart van het veld ook. Hè? Dus ja. je hebt daar mensen rondlopen. Nou, bijvoorbeeld mensen die trainen bij je met Guido Vroemen. Die zijn echt <laughs> indrukwekkend. Met Materiaal, helmen, spierballen, dijen, ja. dat je denkt: oh my god. Laat je daar niet door aftrekken, afschrikken nee. dat je denkt: oeh, ik kom elkaar met mijn fietsje. Want en dan er kijk zijn je natuurlijk, naastien, je, ja. ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar ook voor, al voor ja. de lol. Er zit de laatste kwart van het veld vaak, kan niet eens borstkrol. Wat zag jij vorig jaar vato's liep je er ook lekker schoolvaten zwemmen? Nee, ik werd ingehaald volgens mij. Oh ja, iemand. dat was het jaar. Ja. Ja. Ik je had bent, hetzelfde ik... tempo als een, uh, een schoolslagzwemmer. Ja, maar ja. dat mag dus gewoon. Dat hè, mag gewoon, ja. Ik voor heb het niet gezegd. Nee, dan, hey, nee hey, hey, niet. je moet ja, wel borstkal zijn. Ja. Nee, dus en uh, tegelijkertijd, wat ik, waarom ik verliefd ben op die sport, ze zetten wel gewoon de hele weg voor je af. Ja. En je kan daar eens een keer helemaal los op dat fietsje van je. En zo hard als je kan uh, over de weg racen. En dat is toch ook wel heel vet. Kortom. Als je luistert naar de Slimme Pesteren podcast en nog niet besmet bent met het triathlonvirus, dan hebben we bij deze een enorme poging gedaan. Tot zover denk ik. Uh, Guido, jij nog leuke plannen? Uh, rondje fietsen, keihard. <laughs> ja, zo hard als je kan. Ja, stukken heel keihard en dan uh, af en toe even weer wat rustiger. En dat uh, tien keer, denk ik. Ja, dan even lekker bijkomen. En dan ja. zien we jou uh, morgen vroeg. In uh, Leersum, of zometeen als je dit uh, luistert op weg uh, naar Leersum. Voor de komt ook op de motorbike route aangescheurd. Nou, precies. En ik wil nog één event even toch noemen, want dat is toch ook een beetje al jaren ons slimmer presteren event. Dat is zo, uh, zaterdag 28 augustus in Renkum, mm -hmm. de cross-triathlon. Als je het nou hebt over leuk, het zwemmen is daar al leuk. Want, Jurgen, hoe gaat het ook weer? Ja je, ja, je gaat met een, met een schip... hè word je, Inschepen. schepen. Ja, je gaat op een schip, word je anderhalve kilometer verder eigenlijk, spring je eraf. Ja, en dan spring je de Rijn in en ja. dan zwem je dus stroom mee. Nou... Nee, afgelopen jaar altijd, was het Nee, precies, stroom, ja. Maar normaal gesproken... En na die anderhalve stroom. kilometer uh, dan, uh, ja, dan kom je op de kant en dan spring je op je mountainbike. Ook mooie, lekker. Fietsen door de bossen, prachtig ja. parcours. Ja. Hardlopen door de uiterwaarden, langs de paarden, de koeien, de velden. Dus... Um, als je nu denkt, het is 31 mei, ik heb morgen de uittoren loop en daarna zoek een nieuw doel. Nou, denk dat nog wel kan toch? Drie maanden naar je eerste triathlon ja. toe. Ik zou wel snel een ticket veiligstellen, want het is ook NK. Dus je gaat daar ook echt wat leuke, indrukwekkende, snelle atleten aan de start zien. En het zou wel eens hard kunnen gaan voordat je het weet, is hij alweer vol. Um, mooi, tot zover. Guido, dankjewel. Ja, dank voor al je inzicht. Ik heb natuurlijk nog niet gezegd hoe ze ons kunnen bereiken. De socials, nou doen we het razendsnel. Iedereen weet het al. We zijn de Ed Podcast op Instagram. de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. We een website, www.slimmerpodcast.nl. En je kan ons mailen, net als Liesbeth en Petra. Via post, at Voor al jouw vragen, suggesties en onderwerpen. Waar je heel graag een aflevering over zou horen. Nu dan. Guido, tot morgen. Yo. Yo. Tot Ho morgen. Tot morgen. Hoi. 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 Ja, ik kan me voorstellen dat je na het luisteren van deze aflevering niet alleen heel veel zin hebt om aan je volgende triathlon deel te gaan nemen. Maar ook om eens even te weten hoe het nou is als het je eerste triathlon is. Kortom, Jurgen, welke aflevering zouden mensen nog eens even moeten doorluisteren? Daar zou ik uh, gaan luisteren naar aflevering 54, waarin wij allebei uh, vertellen over onze eerste ervaringen, onze eerste triathlon. Ja, en met de kennis van nu, dan denk ik, oeh, daar hebben we wel een aantal dingetjes niet helemaal volgens het plan gedaan. Ja, precies. En in die aflevering hoor je ook veel tips, ervaringen en fragmenten van onze clubgenoten bij de Utrechtse Heuvelrug Triathlon, die ook hun ervaringen delen. Kortom, als je zin krijgt om te triathlonen of twijfelt of triathlon niet voor jou is, moet je zeker 54 even opzoeken.